Oh, het is een sterke. Wow. Nou, Pauli draait in zijn graf. Hoe zien de ontelbare atomen waaruit wij bestaan eruit? De Universiteit van Nederland presenteert kwantumfysicus professor Dr. Mark Golden. Atomen. Atomen zijn overal, tussen u en ik in. Wij zijn ook van atomen gemaakt. Kunnen wij daar iets bij voorstellen wat een atoom is? 1 kubieke meter lucht. De vraag aan jullie. Hoeveel luchtatomen en moleculen zitten er in 1 kubieke meter lucht? Wie durft daar antwoord op te geven? Een miljoen. Een miljard. 10 to the 30ste. Hele grote getallen komen langs. Nou, de echte antwoord is 27, gevolgd met 33 nullen. Nou, dat is echt een cijfer, een nummer die wij helemaal niet kunnen beseffen. Dat is zo groot. Dus ik zat even op de back of an envelope na te rekenen dat dat nummer groter is dan het aantal zandkorrels op alle stranden van alle continenten van het hele aardbol. En dat ook meer een factor miljard erbij. Dus in 1 kubieke meter lucht zit meer moleculen en atomen in als de zandkorreltjes op dit planeet zitten. Dus daar krijgen wij eerst een idee van hoeveel atomen er zijn. Dus die zitten ook in de zandkorrels. Die zitten ook in u en ik. En hoe ongelooflijk klein die atomen moeten zijn om zoveel in 1 kubieke meter in te kunnen proppen. Nou, in de natuurkunde van de 19e eeuw, dat is de klassieke natuurkunde, hadden wij een beeld van atomen. En het beeld van atomen was als biljartballen, als harde ballen. Maar de klassieke natuurkunde heeft ons ook laten zien, en de industriële revolutie was daar een heel goed voorbeeld van, dat die kleine biljartballen wel dingen kunnen doen. Ze laten mijn helikopter vliegen. Ze laten een stoomlocomotieve langs de trak stomen. Zo van kleine biljartbalatomen kunnen we wel heel veel verwachten. Nou, een atoom, waaruit is het gemaakt? Het is gemaakt uit positieve ladingen en negatieve ladingen. En de mens wil altijd zijn omgeving begrijpen, de heelal begrijpen, de atomen die ons wereld maakt begrijpen. En de eerste beeld van atoom die ging onder de prachtige naam van de plum pudding model. Dat was echt de formeel natuurkundige naam. Er was een soort soep van positieve lading, zoals u op de scherm hier ziet, met een soort rozijntjes erin, elektronen. Die zijn de dragers van de negatieve lading in de atomen. Nou, dit was onze beeld tot het begin van de 20e eeuw. En dan kwamen experimentalisten zoals ik en die deed proeven om te kijken of dit klopte. Nou, 1 proef die gedaan werd in de universiteit in Manchester in Engeland in 1909. Daar vuurden wetenschappers Marsden en Geiger waren hun namen kleine kogeltjes af op een folie van goudatomen. Zoveel dunner dan deze goudblok. En wat zij merkte was dat af en toe, maar met een bepaalde regelmaat, die kleine kogeltjes recht teruggekaatst werd, richting de schieten. En de baas van Marsden en Geiger, dat was Ernest Rutherford, hij zat na te denken van, dat kan niet met dit plum pudding model. En ik laat zien even wat van zijn gedachten. Stel maar voor dat de atoom een basketbalveld is en je hebt 10 spelers, ieder speler heeft een pingpongbat. En je vraagt die 10 mensen willekeurig rond te rennen. En ik sta met mijn gun die pingpongballen afvoert. De kans dat 1 echt terug op mij komt is bijna nul. Bijna niks.
Zo, Rutherford moest ons beeld van de atoom veranderen en heeft voorgesteld, stel maar voor dat al die spelers op de middenstip van het basketbalveld zitten, staan met hun pingpongbat, zo. En dan vuur ik. Als ik daarnaast vuur, komt het niet terug. Maar af en toe, pok, komt dat bal direct op mij terug. Zo, dat was de eerste verschuiving in onze beeld van de atoom. Dat de atoom niet een plampudding is, maar heeft een kern. En in de kern van de atoom zit de positieve lading. En op een of andere manier, en daar gaat deze college over, zitten de elektronen om dat kern heen. Zo, er was een wetenschapper namens Niels Bohr, een Deen, die aan het nadenken was over hoe dit model met de kern en met elektronen zou kunnen werken. En hij kwam met dit idee omdat Rutherford's oorspronkelijk model van een kern en elektronen die als soort planeten omheen vliegen, een natuurkundig probleem oplevert. Zo, hier heb ik een metalen stokje met een fietslampje eraan. En u moet de metalen stokje als kern voorstellen en het fietslamp als elektron. Zo, de Rutherford model van de atoom was gewoon dit. Daar cirkelt die elektron om de kern en is geen enkel probleem. Maar een elektron is een geladen deeltje. En de klassieke natuurkunde van de 19e eeuw wisten, als je een geladen deeltje om de bocht dwing, dan komt de licht uit. Licht is energie, dat deeltje gaat langzamer draaien en zeker gaat iets gebeuren die wij niet zouden willen. Ik laat dat even zien. Eerst geeft hij licht en dan begint hij naar binnen te cirkelen. Boom. Dat negatief elektron zou knallen op de positieve kern. En dat gebeurt niet. Dat weten wij dat niet gebeurt. Anders zouden we hier niet zitten. Zo, de Rutherford-model moest er wat bijgewerkt worden om de wetten van de klassieke natuurkunde niet te moeten taten. Zo, Niels Bohr kwam met een heel vernuftige model. Hier hebben wij zo een Bohr-atoom uitvergroot. In de midden, de rode stip is de kern. En de elektronen, dacht Bohr, die zijn gedwongen in bepaalde banen te zitten. Ze kunnen niet zoals dat fietslampje glijdend naar binnen cirkelen. Er mogen bijvoorbeeld twee op deze binnenste ring hier en twee op de buitenste. En ertussen mag er geen elektron staan. Dat is de eerste grote kwantumvlaggetje die wappert vanavond. Zo, dit was Bohr's idee dat de atoom gekwantiseerd is. Je hebt bepaalde banen die mogelijk zijn voor de elektronen en andere die niet mogen. Zo, een van de redenen die Bohr dat moest beginnen over na te denken, was er waren experimenten die tot die moment onverklaard waren. En ik ga een van die voordoen. Hier heb ik een gasvlam. Ziet u misschien niet. Het is blauw van kleur. Ziet u op de monitoren, op de schermen. En wetenschappers hebben waargenomen dat als je atomen in zo'n gasvlam zet, dat bepaalde kleuren worden gemaakt. Dit kleur kennen we van straatverlichting. En dit komt van natrium. Zo, dit proef kan iedereen die een gasstel thuis heeft, een keukenzout, even morgenavond zelf proberen. Waarom is dit oranje? Waarom niet een andere kleur? Dat was een heel moeilijk vraag voor de fysici op het begin van de 20e eeuw. 21e eeuw, inderdaad. Zo, nu neem ik iets anders. Het is helemaal rood. Hier zit lithiumatomen in. Zo, op die tijdstip was het onverklaarbaar voor de fysica waarom lithium rode licht geeft en natrium gele licht. En dat moest verklaard worden. Experimenten moet je kunnen verklaren. Anders deugt de theorie niet. Zo, dan kwam een nieuwe speler aan het toneel met de naam van Wolfgang Pauli. En die nam de ideeën van Bohr, dat de banen zijn. En hij nam even wat andere ideeën mee. Dat elektronen zijn objecten die een eigenschap hebben die heet spin. Voor dit college is het genoeg dat ze of naar boven kunnen wijzen als paaltje of naar beneden. En Pauli had de inzicht dat als je één elektron aan een atoom zou toevoegen, dan zou het plek nemen op één van Bohr zijn banen. En in Pauli's wereld mag nog één elektron bij in dezelfde baan, maar dan wel met tegenovergestelde spin.
Dit zou niet mogen. En wat Bohr heeft ook laten zien, is als je probeert ergens waar er geen baan is, een elektron te plakken, lukt het je niet. Zo, dit, dames en heren, is een waterstofatoom. In al zijn kwantumglorie. Ik voeg nog een elektron toe. Heb ik een heliumatoom gemaakt. Het tweede element van het periodiek systeem. En als ik nog één elektron toevoeg, hier is het vol. Meer dan twee kunnen in dit schil niet. En dus er moet een sprong omhoog in energie, bijvoorbeeld tot hier, om het derde elektron kwijt. En dit is lithium. Dit zijn de atomen die net rood gloeiden in dit vlam. En waar komt dat rode licht vandaan? Heel simpel nu te verklaren. De energie van de vlam laat een elektron omhoog hoppen naar een nog hogere baan. Nou, dat is een instabiele toestand. Een elektron valt weer naar beneden en in het vallen stuurt het elektron licht uit. Dat is het rode licht van het lithium. So, dit was een mooi stuk theorie, maar kunnen wij eigenlijk iets mee? Ik heb hier een laserpointer. En om dat laserpointer zichtbaar te maken, het is een collegezaal, hebben we altijd krijt natuurlijk. Je kunt het ongeveer zien. Daar zie je mijn laserbundel doorheen. Zo, hier zijn eigenlijk atomen in mijn laser. De elektronen daarvan zijn precies hetzelfde spel aan het doen. Omhoog en omlaag en licht uitsturen. En een wereld zonder lasers is een wereld zonder telecommunicatie. Zo, dat is een heel belangrijke uitvinding die voortvloeit uit de kwantumtheorie. Nu komen we bij onze blok goud. Nou, goud is een zware element. En je kan je voorstellen dat de atomen in goud best groot zou kunnen zijn. Als ik een atoom uit dit goud neem en ik maak de kern, denk je, net zo groot als dit skippiebal. Zo, dit is nu de kern van een goudatoom. Waar, denken jullie, zijn de allerbuitenste schillen hierbovenin van de kwantumbeschrijving van een goudatoom? Als de kern zo groot is als 1 meter. Sorry? Jupiter. Sittard. Mijn Nederlandse topografie is niet zo goed. Dat, in kilometers of meters. 30 kilometer is een antwoord. Zo, we hebben Sittard, Jupiter en 30 kilometer. Allemaal een beetje, jullie hebben een idee dat goud heel groot is. Het is 20,5 kilometer. 20,5 kilometer. Als ik bijvoorbeeld een ert zou hebben van 2 millimeter, dan gaat dat verderste verwijderd elektron helemaal achter in de collegezaal, 40 meter weg. Nou, om het duidelijk te maken, atomen hebben wij het gevoel zijn heel klein. Maar ik wil nu eigenlijk beweren dat ze heel gek groot zijn. Zoals wij de zonnestelsel zouden nemen, en daar denken we vaak aan een planetenstelsel, als we over atomen denken, hier is onze planetenstelsel op de bord. En nu krimpen we dat in tot de zon zo groot is als deze skippiebal. Waar denken jullie dat de aarde de zon omcirkelt? Zo, de zon is 1 meter groot nu. Hoe ver weg? Wat is de baan, de straal van de baan van de aarde? 1 meter, zegt iemand. 1 centimeter, zegt iemand. Pardon? Bij de camera, zo enkele meters. 4 kilometer komt. Nou, de aarde zou 1 kilometer weg zijn. En Pluto, dat is niet eens een planeet meer. Zo ver weg is hij. 4,5 kilometer. Zo, wat dat betekent is, er zit minder spul in een goudatoom dan er zit in onze zonnestelsel. De buitenste elektron in een goudatoom is nog 5 keer verder weg dan Pluto is ten opzichte van de aarde. Als je dat allemaal op dezelfde schaal zou zetten. Zo, eigenlijk is het alleen door de kwantumspelregels, dat een atoom opgedeeld is in schillen, dat stof überhaupt hard is.
Als Pauli niet zou komen en zeggen, nee, dit elektron mag niet hierin, het moet hier omhoog, zouden wij alle ogenblikkelijk door onze stoelen en door de grond heen zakken. Omdat eigenlijk atomen bijna volledig leeg zijn. Zoals de atomen volledig klassisch waren, zijn ze bijna helemaal leeg. Nog veel leger dan onze zonnestelsel. Zoals dat waar zou zijn, zou dit proef een bepaalde afloop hebben die ons zou verrassen. Even kijken. Zo, hier heb ik atomen in een glas, atomen in mijn sloopkogel, die luisteren wel of niet naar de ideeën van meneer Pauli. Als ze niet luisteren naar Pauli, dan zweeft dit sloopkogel door de glas heen. Die atomen zien niks van elkaar en wij zijn allemaal heel verrast. Zo, wij zijn eigenlijk gewend dat de wereld een kwantumwereld is. Laten wij zien. Als ik goed mik. Oh, dat is een sterke. Wow. Nou, Pauli draait in zijn graf. Zo, wij zijn zo groot en atomen zijn hard, dankzij kwantummechanica. In de volgende college wil ik hebben over of we atomen kunnen zien. Dank jullie wel.